Hallo leuke paardenmeiden van het internet. Welkom bij een Star Stable video. En dit kanaal is ook zo actief. Ik dacht. Ja, oké. Maar in ieder geval, ik dacht, laat ik gewoon weer lekker beginnen met dit spel te spelen. Op te nemen. Net zoals vroeger. Back to 2015. Back to the old good days. Nou. Dat gaan we dus even lekker doen. Dus, wij gaan naar. Er zijn nieuwe paarden. Ha! Zijn nieuwe paarden. Dus daar gaan we even lekker heen. Hoe heet die plek ook alweer? Hoe heet die plek? Het Gulden Blad. Moet ik bij de H kijken of bij de G? Het Gulden Blad. Dus ik moet bij de H kijken. Wat top dit! Wat top. Dus ik dacht, laat ik gewoon lekker de update filmen. Ik heb het wel vaker gedaan, totdat ik ineens mijn motivatie spontaan verloor, omdat ik het ook niet leuk vond ineens. Toen dacht ik ook van, nee, deze video wordt echt 10 keer niks. En toen dacht ik, ja, elke keer probeer ik het weer. Maar in ieder geval, even kijken wat voor leuke paardjes ze hier hebben neergepleurd. Even kijken. Er zijn dus nieuwe Marwari beesten of zo, I don't know. Maar in ieder geval... Zijn dit ze? Die niet. Ik sta gelijk alweer bij het verkeerde beest. Maar in ieder geval, we hebben deze Palomino. We hebben deze bruine. Oh, die heeft een hele leuke aftekening. En we hebben dit gekke gevlekte beest. Die ik heel erg leuk vind. Want hij heeft hele leuke vlekjes. Maar oké. En er is nog zo'n beest. Die staat waarschijnlijk in Fort Pinta of zo. Maar ik ga ze eens even bekijken. Ja, ik vind deze aftekening vind ik echt geweldig. Maar ik vind, ik weet niet, ik vind die kleur, echt van die rare vlekken die niet kloppen of zo. Ik weet niet. Het klopt, dit is heel plat. Ik heb geen idee, het past er gewoon niet bij. Maar oké, laten we eens wat lezen over de Marwari. Uit India. Ik kom uit India. En meer ga ik niet lezen, want het is te veel voor mij. En dan krijg ik een zeer keeltje. Oké, dan hebben we nog deze bruine. En die vind ik ook echt wel heel erg leuk eigenlijk. Hij heeft ook superleuke aftekeningen. En ja. Ja, dat vind ik heel leuk. En deze, ja, ik weet niet. Toen op de plaatjes had ik deze niet echt zo voor ogen. Maar ik vind deze eigenlijk echt heel erg leuk. Want hij heeft van die hele leuke grappige vlekjes. Oké, nou, ik ga even naar. Ik denk dat die voor Pinta staat. Ik heb het echt opnieuw bekeken. Maar we gaan even naar voor Pinta, naar die andere kijken. En dan ga ik kijken welke ik ga kopen. Want ik ga er wel eentje kopen. Dus ja, even kijken. Waar staat de F? A, B, C, D, E, F, G, H, F, G, A, F, F. H. De F van. Yeah. Oké. We gaan naar 4-year-old Pyongyang. En hier staat dat gekrulde. Ja, ze hebben van die leuke gekrulde orts. En deze vind ik ook heel leuk. Deze heeft ook echt een hele leuke aftekening. Maar die manen. Nee. Die manen is echt gewoon de nee. 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 Dit wordt hem niet. We gaan weer terug. Nee, dat is jammer. Als hij een zwarte maan had gehad, dan had hij echt gewoon majesteus, majestueus geweest. Maar nee, nee, dit paard heeft niet mijn hart gestolen. Dit pixeltje. Nee, even kijken. Het gulden blad moet weer naar A, B, C, D, F, G, A, H, 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 H. Dus ja, ik heb zin in een nootje. En dat... Oh, dat is waarschijnlijk een heel naar geluid. Ik denk wel. ASMR. Ja, top. Als ik het al hoor. Zweer je. Hoor jullie het ook? Maar oké, in ieder geval. Vind ik deze dus heel erg leuk. Maar deze bruine vind ik ook heel erg leuk. Maar. Ik ga sowieso wel eens deze kopen. Dus ja. Dat gaan we doen. En nu moet. Oh, naam. Oh my god, nee. Flame Shadow. Shadow Flame vind ik dan weer leuker klinken, maar.
Waarschijnlijk kan dat weer niet. M O P Q R S E. Shadow Flame. Ik weet niet of ik een Shadow Flame heb. Als ik het wel heb, dan naad ik leven. Maar Flame kan. Oh, Shadow Flame. Shadow Flame. Ik weet niet. Het is wel een wit beest. Wow, dat is heel stereotyp. Wow, het mag echt niet. Sporty. Zien ze wanneer ik kan sporten? Even kijken, nou. Oké, nou, ik ga gewoon voor. Ik heb het idee dat ik al een paard heb dat Shadow Flame heet. En iets met wolf is ook wel leuk. Wolf, vader. Vader. wolf. I don't know. Wolf. Iets met wolf is wel vet. Wolf-eye. Nee, sowieso niet. Wolf. Nee, wolfhoorn. Nee. Wolfhunter. Oh. Dat is wel de naam. We doen Wolfhunter. Dan klinkt wel. Ik ben aan het opnemen met Bandicam. Oké, en ik was even in de stress omdat mijn geluid het eerst niet deed met Bandicam. Maar hij doet het blijkbaar wel, dus ik ben tevreden. Oké, we gaan weer verder. ik wil eigenlijk met Windows opname doen, maar ik heb per ongeluk Bandicam gedaan. Dat is niet al te best. Maar in ieder geval, we gaan even naar mijn homestable. En dan gaan we even deze nieuwe meneer paard even bloeren. Ze zijn wel weer heel duur. Dus dat is wel weer heel jammer. Maar ja, niks aan te doen. Dus in ieder geval. Oké, ik ga even kijken. Waar die in. Even mijn paarden sorteren. Level. En daar is die. Ik ga even een paard van level 10 uit mijn stal halen. Ik had de Curly er wel even uit, denk ik. En dan. Verwissel ik die even zo. Zodat hij dichterbij staat. En ik niet zo ver hoef te lopen. En daar is die. Oh, ik vind hem echt cute. Hij is echt heel leuk. Hij heeft van die leuke vlekjes. Daar hou ik van. Niet zo'n lekker apart. Oeh, ze lopen heel. Oké. Dus dit is hem. Dit is mijn nieuwe paard. Wolfhunter. En ik weet niet echt wat ik een setje heb. Oh, wacht. Ik wil even dit blauwe setje aan. Ja. Oh. Mijn computer dacht. Haha, gaan daar heen. Oké. Ja. Oké, ik doe even dit setje aan. En ja, dit is hem. Oh, die manen bewegen echt heel mooi. Oké, wacht. Ik ga even naar de bak en dan ga ik even zijn gangen laten zien. Dat is wel leuk. Oh mijn god. Ik kan ook echt helemaal niks, hè. Ik zweer. Ga lopen. Ik kreeg agressie. Oké. Dit is een stap. En ze ziet die manen bewegen echt super mooi mee. En die staart heeft ook echt wel een leuke animatie. De draf. Galop. Hij galoppeert een beetje stevig. Ik weet niet, maar nee. De galop vind ik niet zo leuk. De tweede galop is ook zo raar stevig. En dit is de harde galop. Die vind ik ontzettend wel leuk. Hij heeft ook echt zo'n rempositie. Dit is een stop. Wow! Dit is niet hoe een paard hoort te stoppen. Wat? Zo gaat hij achteruit. Dat is gewoon normaal. En dan had hij nog een trucje. En dat denk ik met spatie. En dan gaat hij buigen. En het poppetje beweegt totaal niet leuk mee.
Dus dat is wel jammer. Oké, okay. Nou, ik kan in ieder geval buigen. Dat is wel echt heel leuk. Elk paard, basically elk paard kan dat. Terwijl, deze paarden hebben ook een speciale gang. En ik denk niet dat ze, als ik shift doe, heeft hij dan die speciale gang? Nee. Nee, oh, dat is wel jammer. Dan hebben we nog de steiger. Oh, die is wel vet. Oh, die heeft echt een hele mooie steiger. En kijk. Oh, en die manen bewegen echt heel mooi mee. Oh, ze zijn echt... Ja. Ik vind ze heel... Ja, ze zijn wel mooi. Ik vind alleen de galop niet zo... Nee, van de galop ben ik geen fan. Maar verder vind ik wel heel leuk. En ik vind die oortjes heel leuk. Gaan ze nou naar buiten staan als hij rent? Hij doet iets als hij rent met die oortjes. Oh, ze gaan heel raar. Het is net een konijn. Het is net een konijntje. Oké. Okay. Maar kijk, verder... Gekrulde oortjes. Dat daar staan ze natuurlijk zo bekend om. Het is echt... Hij kijkt wel een beetje bang. Ik weet niet, heeft een beetje een bepaalde angst. Hij kijkt zo bang of zo, ik weet niet. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. En eigenlijk zit ik aan te denken om, om dat bruine beest ook te kopen. Want die vind ik ook echt heel leuk, eigenlijk. Maar ja, Starkmoor is huilen dan. Oké, wacht. Ik ga heel even naar... Hoe heet dat? Vissendorf Wegknaap. Ja, oké. Okay. Want daar heb je zo'n kapper voor je paard. En ja, dat is te gek. Kijken. Want ze hebben zo'n punkkapsel. En dan kijk ik naar de punkkapsel, hoe dat eruit ziet. Want ik vind die manen vind ik echt heel mooi. Dus ja, ik weet niet. Ik denk ook dat ik het wel heel zonde vind. En ik weet niet, ja. Bij dit paard... Ik vind het niet zo staan bij dit. Bij deze vind ik het echt sowieso niet staan. Maar bij die ene zwarte die uitkomt, vind ik het wel heel mooi staan. Ik weet niet, ik zit te twijfelen of ik die bruine moet kopen ook. Het is wel leuk, maar ik wil die zwarte wil ik ook hebben. En ik weet eigenlijk niet wat er nog meer uitkomt. Er komt ook zo'n hele leuke gevlekte uit die ik wou. En ja, ik heb laatst ook al een bruin paard gekocht en... Ja, ik denk niet dat... Ja, nee. Maar kijk even die stop. Oh, hij flikkert gewoon. Hij gaat gewoon zijn muil. Wat is dit? Oké. Ja. Oké, ja. Nou, in ieder geval, dit zijn dus die nieuwe paarden. Ik vind ze echt heel leuk. En er was ook nieuw tuig. Maar ik weet niet waar. Ik weet niet waar dat nieuwe tuig is. Dan zou ik even op het nieuws moeten kijken. Wacht even, ik heb het nieuws hier van mijn... In de totaalwinkel. En de winkel met paardenaccessoires naast het gewone blad. Oké, ja, ik rijd nu toch naar het gewone blad. En ik denk dat het even leuker is om in een fysieke winkel te kijken in plaats van in de Global Store. Want ja, de Global Store is toch gewoon, ja, de Global Store. Het is eigenlijk gewoon de winkel... Als je luidt. Was deze winkel niet goed? Nee, deze winkel was niet gesloten. Is het hier dan? Oh ja, hier is het. Oh, en het is natuurlijk weer achterlijk duur. En oh. Oh nee. Nee, dat vind ik niet mooi. Is er nog geen nieuwe dekjes in? Nee. Nee. Nee, ik vind het niet heel mooi. Nee. Oké, maar ja, nee, dat viel niet echt in de smaak. Maar ik heb bijna mensen gezien met dit gevlekte paardje. Terwijl die echt heel erg leuk is. En kijk, ze kunnen ook zo leuk dansen. Dat is wel leuk. Die bruine vind ik ook echt super mooi. Nou ja, ik wou ook de zwarte en die met die vlekjes en zo. En ja, ik denk dat gewoon even met op dit speciaal. En dan... Nou, ik denk dat ik gewoon op deze hou. En dan heb ik nog een paard erbij om te trainen. Anders wordt het echt zoveel. En ja, ik weet niet hoeveel paarden ik moet er echt boven de 20 of zo. Dus ik heb daar niet echt heel veel zin in. En ik heb ondertussen 90 paarden of zo. Nee, meer dan 90. Dus ja, ik ga dat niet doen. Ja, ik ga wel even. Ik ga dit paard denk ik sowieso nog niet trainen. Nou ja, misschien wel. Maar niet nu in ieder geval. Dus ja, dit zijn dus de nieuwe paardjes. En ik vind ze echt heel leuk.
Ja, ik vind vooral de kleuren die ze uitbrengen van deze beesten vind ik echt heel leuk en uniek. Want ja, ze brengen niet heel vaak af van die hele aparte kleurtjes uit en zo. En dat hebben ze nu wel gedaan, dus dat vind ik echt super leuk. Dus ja, ik denk dat het de video was voor vandaag. Voor deze week dan. Want ik ga elke week ik een update video maken. Zoals basically elke storyscribble YouTuber doet. Dus wow, ik ben echt weer creatief bezig. Oh wow, ik ben echt een meesterbrein. Maar ja, in ieder geval, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, dan geef je een dislike. Ook leuk. Ik denk, ja, niet leuk. Wel leuk. I don't know. Maar in ieder geval. ja, dit was het. En tot de volgende keer. Aju.